Yo gasten van het Gamepartaal, welkom bij een gloednieuwe video van mij op dit kanaal. Zoals ik zei, er komen meer vlogs op dit kanaal en vandaag ga ik met jullie wat bespreken. Zoals jullie weten zit ik al een tijdje op YouTube in de Nederlandse game-industrie. Maar vroeger keek ik natuurlijk ook naar gamevideo's. En ik ga aan jullie laten zien wat mij heeft overgehaald om gamevideo's te maken. Ik begon 7 jaar geleden, begon ik al een beetje te kijken. Zo van, hey, wat is YouTube? Daar heb ik nog nooit van gehoord. En toen vond ik een aantal video's. En ik laat jullie vandaag 5 zien die echt in mijn hoofd zijn blijven hangen. Die zijn echt super genius, hebben allemaal met gaming te maken. En ik laat jullie 5 video's zien. En we beginnen met de porno. Wow, niet meteen raar aankijken. Er is een video op YouTube genaamd Internet is voor Porn, waar ze een liedje remaken in World of Warcraft. Hier een klein stukje. Ready, normal people? Ready. 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 Let me hear it. The Internet is for porn. Sorry, Kate. The Internet is for porn. I masturbate. All these guys unzip their flies for porn. Porn. The Internet is not for porn. 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 Deze video had mij overgehaald om ook zulke video's te maken, maar dan op RuneScape. Voor de mensen die willen weten hoe zag mijn video eruit, kijk maar eventjes. Toen zat ik al te editen in video's. Wil je de volledige versie zien van die Internet is voor Porn? Kijk al in de beschrijving beneden. Daar staan alle linkjes van elke video die ik vandaag ga bespreken met jullie. Op nummer 2 staat een animatiefilm. Vroeger heb ik altijd Counter-Strike Swords gespeeld. Meer dan 100 uur heb ik dat spel gespeeld. Waar ik ging surfen, waar ik ging schieten in de dust. Ook wel Gmod, maar dan alleen schieten. En ik keek toen altijd op superjerry.com, als ik het goed heb. En daar vond ik altijd een animatieserie van Counter-Strike, ook wel MacDiddy's. Het is fucking genius, het is gewoon zo random als wat. Je denkt echt aan het einde van de animatie van, what the fuck heb ik gekeken? Dat maakt het zo leuk, ik hou van randomheid. Wil jij hem ook checken? Kijk hier een klein stukje. Let's go! Mij weer overgehaald om animaties te maken. Ik maakte vroeger altijd, volgens mij voor onzin.com had ik een serie. Ik weet niet meer hoe het heet, maar dan had ik animaties gemaakt. Het was echt super slecht. Maar ik vond het best wel leuk. Ik vond het wel grappig. Dat zegt alweer dat zulke dingen je kan motiveren tot iets leuks. Tot een hobby. Want animeren was toen destijds mijn hobby. Nu is gamevideo's maken mijn hobby. Ja, dat was MacDiddy's. Nummer 3. We blijven in Counter-Strike, jongens. Als je Counter-Strike goed kent, kennen jullie vast wel het sound effect. Boom headshot. Maar heb je ooit wel de officiële video gezien? Dit is de allereerste video die ik heb gezien op YouTube destijds. En die heet ook wel Boom Headshot. Hier een klein stukje van de officiële video. So yeah, like FPS is, what can I say? There's nothing like the rush of hunting people down and killing them. I mean, my heart's beating, my hands are shaking, but I'm still shooting. I'm still getting the headshots. It's like boom headshot, boom headshot, boom headshot. Boom Headshot is dus een meme geworden in Counter-Strike. Ah, nou, een beetje een heel game-industrie. Wat een hel ben je dan, als je gewoon zelf een meme maakt? Laat me een beetje denken aan Leroy Jenkins. We gaan nu naar de 4e video, jongens. Alweer de 4e video. En dat is ook wel nog van Battlefield 2. We gaan een hele tijd terug. Want deze video, die jullie straks gaan zien, heeft mij geïnspireerd om te editen in video's. Een beetje dat fucken met muziek, beelden en al die dingen. En die heet ook wel Battlefield 2 en Mine. Mine. Echt, deze video moeten jullie echt kijken. Ze hebben ook zo van Mine 2. Ik laat jullie een stukje zien van Mine 1. Waar ze met z'n allen van een dak gaan springen. Spam. Cut up. Move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. Battlefield 2 was epic. Dit was dus mine. Zeker checken. Dit is echt een van de grappigste video's die ik destijds heb gezien. We gaan naar nummertje 1. Dit is echt wel een bekende video. Als jij vroeger RuneScape hebt gespeeld. Ik heb vroeger RuneScape gespeeld. Dan ken je vast wel de Noob Show. De Noob Show was ook wel een comedy kanaal waar ze grappige video's uploaden van de RuneScape met een figuur genaamd Bob. Is random, hij is echt super random, hij heet ook wel de Zazima Zong. En als ik een hele lyrics helaas nog steeds uit mijn kop na 5 jaar, 6 jaar,
dat ik op YouTube zit. Kijk maar eventjes. Het is 240p, want dat was nog normaal destijds. Kijk maar een stukje. Zazima, I'm your biggest fan. I know all about you, but you know who I am. Name Bob. But you can call me Jim. Or Mike, or John, or Bing Long there. Hey, wait. You don't talk to me. You know I love you, so what could it be? So add me. You know the name. It's the new show and that's the game. Dat was de allerlaatste video. Hopelijk vond je het leuk. Ik vond het wel leuk om dit met jullie te bespreken. Hebben jullie misschien voor de volgende keer zoiets dat ik dit moet doen? Laat het achter in de reacties. Ik vind dat leuk om te doen. Ik denk jullie vinden het vast wel leuk om naar te kijken hoe ik ben begonnen met YouTube kijken. Niet uploaden, maar kijken. Laat het in de reacties achter waar je het de volgende keer moet over hebben. Zeg bedankt voor het kijken. Een duimpje omhoog. Halen we de 1000 likes. Laten we proberen. Zeg bedankt voor het kijken, jongens. Abonneer op Ronald en Timo natuurlijk voor meer het gameportaal. En zeg ik volg me op Twitter, Instagram en Facebook. Staat in de beschrijving. En kijk alle video's. Staat ook in de beschrijving. Yo! We'll be right back.